Beste VUB'ers, voor ik van start ga met mijn eigenlijke tekst, wil ik graag eerst een ernstige en grappige opmerking maken, waarmee meteen al de toon ook gezet is van wat zal volgen. De ernstige opmerking is dat ik het echt beschouw als een van de hoogtepunten uit mijn loopbaan aan deze universiteit en van mijn leven, waarom niet, om hier vandaag jullie te mogen toespreken op deze bijzondere dag en dan nog wel bijna naar het einde toe. Ik weet wat het is om jullie weg te houden van de receptie die nu wordt klaargezet, maar dat doet er niet toe. Ik beschouw dit echt als een heel bijzondere eer en mijn oprechte dank daarvoor. De grappige opmerking is het u ook opgevallen, ik had geen enkel idee dat wij nu ook een monument hebben staan in Diksmuiden. Heeft u het gezien? Maar nee, als u goed had gekeken, helemaal bovenaan. Helemaal bovenaan stond te lezen, alles voor de VUB, de VUB voor kennis. Dat is toch prachtig? Goed. Beste VUB'ers, het is geen geringe vraag die mij wordt voorgelegd. Hoe ziet een vrijzinnigheid voor de toekomst eruit? Wel, laat ons geen tijd verliezen met al te veel randbeschouwingen en meteen het antwoord helder en duidelijk formuleren, zodat er niet de minste twijfel kan over bestaan. Ik heb werkelijk, maar dan ook werkelijk, geen enkel idee. Het spijt mij, maar ik zou het werkelijk niet weten. Waarmee dus alles gezegd lijkt te zijn. De voorzitter kan nu al afsluiten. We kunnen het glas heffen en proberen door de betogingsdrukte heen terug thuis te geraken. Ik weet het wel, u denkt, zo kennen we hem. Altijd een mens op een verkeerd been zetten en dan toch out of the blue met een antwoord komen. Dus, kom aan Jean-Paul, zeg het, wat zal de vrijzinnigheid van de toekomst zijn? Het is juist dat ik deze techniek vaak toepas. En uiteraard ben ik er op dit eigenste ogenblik mee bezig, dat heeft u even uiteraard al gemerkt. Maar deze keer meen ik het wel. Maar dat laatste kan u dus best maar niet geloven. Ach, wat is het spel van de retoriek toch een subliem spel. Best te vergelijken met het liefdespel, waarvan de aanloop ook wat lang kan uitvallen, maar dan wel in het volle besef dat het hoogtepunt nog moet komen. Als u het niet erg vindt, zal ik deze analogie niet verder uitwerken, hoewel, hoe je het ook draait of keert, seksualiteit, erotiek, liefde en de kunst van het minnen zullen deel moeten uitmaken van welke vorm van vrijzinnigheid ook, want je hebt geen geest zonder lichaam. Zeker als dan nog blijkt ook dat een deel van ons brein in onze darmen blijkt te zitten en van daaruit de zaak bestuurt. Het geeft de uitdrukking shit happens een totaal nieuwe betekenis. Maar ernstig nu, want dit gaat duidelijk nergens heen, laat ik toch even de academische stijl proberen. Het uitstippelen van een vrijzinnigheid voor de toekomst is een moeilijke kwestie die maar ingevuld kan worden indien we voldoende kennis hebben over die toekomst. Want slechts gewapend met die kennis kunnen we ons een beeld vormen van die toekomst. Maar wat betekent dat nu, om voldoende toekomstige kennis te hebben? Het is de filosoof Karl Popper die er ons op gewezen heeft dat zich hier een merkwaardige paradox manifesteert. Want als ik mij een idee kan vormen van toekomstige kennis, dan wordt daardoor die kennis actuele kennis. Want als ik nu al weet wat men ooit zal weten, is het niet langer een toekomstig weten, maar een huidig weten. Ha. Neem een extreem geval. Als iemand beweert dat in 2052 in de wiskunde de Riemann-hypothese zal bewezen worden en bovendien beweert dat hij of zij dat weet en als weten betekent dat er een bewijs moet zijn, dan hebben we dat bewijs nu al en hoeven we niet te wachten tot 2052. Dat is duidelijk. Dit betekent dat een van de belangrijkste elementen om een zicht op de toekomst te krijgen intrinsiek beperkt is. We zouden nu moeten weten wat men zal weten in de toekomst en dat is uitgerekend paradoxaal. Er zal dus onvermijdelijk een grote dosis onwetendheid meespelen. En dus ook een grote dosis onvolledigheid. En dus ook een grote dosis onzekerheid als we tot handelen moeten overgaan. En toch moeten we handelen, want er is een wereld die moet gerund worden. Ik moet toegeven dat die academische stijl toch echt zo slecht niet is, want ik ben nog maar een paar minuten bezig en we hebben al een aantal kerningrediënten voor een toekomstige vrijzinnigheid bij elkaar gesprokkeld. Alleen dat al toont, meen ik, het nut aan van universiteiten waar deze stijl gekoesterd wordt. En als surplus hebben we nu eindelijk een vertrekpunt. Wij zijn mensen. En slechts mensen. Maar ook precies dat, mensen. Mensen met onvolkomenheden, met onwetendheid, onzekerheid en onvolledigheid en die een gezamenlijk leven moeten leiden. Zeg maar imperfecte wezens die zich hiervan te volle bewust zijn en toch proberen er iets van te maken. Klinkt goed, vind ik. Zonder probleem zou hier nu een betoog passen over bescheidenheid in de roekeloosheid,
nuchterheid in de extase en realiteitszin in de wildste verbeelding en zo meer. Maar ik doe het niet. Want er is iets wat mij verontrust. En dat is niets minder dan de maatschappij, zeg maar wereldmaatschappij, waarin wij ons vandaag bevinden. Tenzij ik mij zwaar vergis, en dat kan altijd, zie ik daar duidelijk een weigering om die onwetendheid en onvolledigheid te aanvaarden. Laat ik dit nu kort even uitwerken. Doordat het mogelijk geworden is om grote datasets, de zogenaamde big data, te analyseren, wordt het mogelijk om steeds betere voorspellingen te maken of, indien dat niet lukt, toch op zijn minst steeds meer cijfermateriaal aan te leveren. Het klassieke voorbeeld van Amazon dat uw preferenties netjes opvolgt om in functie daarvan uw volgende aankoop bij te sturen. Mensen die dit product hebben gekocht, hebben ook dit product gekocht. En verdomme, het klopt nog ook. Is ondertussen al helemaal achterhaald, want we spreken nu over het internet van de dingen. The Internet of Things. En over real-life monitoring. Gevolgd worden in het grootwarenhuis terwijl u inkopen doet. U door apps tijdens de slaap laten volgen om te zien of u aan de juiste slapen bent geraakt. Daar is voor alle duidelijkheid in principe niets mis mee. Werkelijk niet. De kennis is er, waarom zouden we ze niet gebruiken? Dit argument is voldoende bekend en laat ons dan maar even abstractie maken van privacy en andere maatschappelijke problemen. Ja, het zou wel leuk zijn indien er een apparaatje of een chip in mij zou zitten dat mij waarschuwt wanneer een hartaanval op komst is. Uiteraard in de hoop dat dat toestelletje goed werkt. Maar ja, dan krijg je toch een hartaanval van het verschieten van dat valse bericht dat je een hartaanval gaat krijgen, dus hoe dan ook, het werkt. En ja, als ik lezingen ga geven in het wijde Vlaamse landschap, en bij momenten is het echt wel wijd en wijds, en vermis de conversatie met de koe in de wei van dat wijdse landschap niet veel oplevert, is het wel leuk om vooraf Google Maps te kunnen raadplegen, zelfs een virtuele wandeling door dat nog steeds wijdse landschap te kunnen maken en uiteraard nog beter in real life de instructies van de app te volgen en uit te komen in Waterschoot, terwijl ik eigenlijk in Waarschoot moest zijn. Maar kijk, dat is duidelijk. De zwakke, zo niet de zwakste schakel in dit mooie en wijdvoerig verhaal ben ik natuurlijk. Tenzij er een app kan bedacht worden die mijn gewoontes leert kennen en mij zal vragen waar precies ik in het wijde en wijdse Vlaamse landschap moet zijn. Kortom, het is allemaal fantastisch. En dat meen ik ook, maar het opent de poort naar een curieuze wereld die wel meent dat perfectie hier en nu haalbaar is. Dus, als ik in dat eentonige landschap, want het is zo wijd, verloren loop, is dat in eerste instantie mijn fout. Ik vermijd uitdrukkelijk het woord schuld, want zowel theologie als economie wil ik voorlopig nog even buiten mijn discours houden. De uitdrukking spreekt voor zich. Ik had beter kunnen weten. De kennis is er en het wordt onverantwoord om er geen rekening mee te houden. Ook al is in sommige gevallen die kennis zeer dubieus. Mag ik in het waanzinnige tv-programma Blind Getrouwd hiervan een uiting zien? Op basis van kennis via een vragenlijst van de twee betrokkenen mensen uitmaken of ze samen horen of niet. Ik geef u een voorbeeld. Vraag 26. Ik ben een erg seksueel persoon. Geef een score van 1, niet waar, tot 7, waar. Ik val vooral voor het woordje erg. Niet ik ben een seksueel persoon, maar ik ben een erg seksueel persoon. Zullen we voor 4 gaan, schoon in het midden? Is dit nu al niet op zich een kwestie om volle aandacht voor te hebben, dan is er een tweede kwestie die eraan vasthangt. Dat is deze. Die kennis die ons moet toelaten om een zo volledig mogelijk beeld te hebben en om derhalve zoveel mogelijk te kunnen voorzien, is een kennis die, zoals ik het graag omschrijf, uitbesteed is. Het is een weten dat niet meer van het individu zelf uitgaat, maar aangeleverd wordt. Ik weet het, een nieuw probleem is dit niet. Het is al een eeuwigheid zo dat ik en ik alleen het allemaal niet meer weten kan. En dus dat ik mij moet verlaten op externe bronnen. Maar nu lijkt het soms alsof er bijna geen keuze meer te maken valt voor mij. Uiteraard wil je gezond wezen, dus ga je toch alles doen om gezond te zijn. Uiteraard moet je slechte eetgewoontes afleren en gezond eten. Ja, toch. Uiteraard moet je je geld zo goed mogelijk beleggen, hier of in Panama, om er het maximum uit te halen. Ja, toch. Nou, misschien iets minder dan. De apparaten rondom mij zeggen mij wat ik moet doen, maar tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid toch nog altijd volledig bij mij gelegd. Ik ken geen waanzinniger voorbeeld van wat ik hier nu probeer uit te drukken
dan een recent bedachte gadget genaamd de Happy Fork. Happy Fork. Een vork die, als er te snel wordt gegeten, een lampje laat branden. Zodat je meteen kunt tussenkomen. Ik vermoed om trager te eten, tenzij te traag een ander lampje laat branden. Handig, zo wil de reclamehut, voor moeders die zo kunnen checken of hun kinderen... En ja, ik weet het, de website schittert echt niet door gendervernieuwende denkwijze. Niet te snel eten aan de ontbijttafel. Mag ik hieruit afleiden dat moeders door het moeder zijn visueel uitgedaagd worden? Dat ze zelf niet meer kunnen zien aan welke snelheid hun kind voedsel naar binnen werkt. Ik kan er hier en nu helaas niet over uitweiden, maar het heeft ook te maken met de objectiviteit die toestellen in tegenstelling tot mensen lijken uit te ademen. Wat valt er te verkiezen? De weegschaal in de badkamer, die objectief een gewicht aangeeft dat dicht in de buurt van de magische BMI 25 komt? Of een goede vriend of vriendin die beweert de indruk te hebben dat er de laatste weken precies wel een paar kilo's zijn afgegaan en dat alleen maar zegt om in uw gunst te komen? Een GPS? Of een bijzit met kaart die vraagt om op dat rondpunt nog een keer rond te rijden? Hoewel ik er rekening mee houd dat er in de toekomst waarschijnlijk wel beleefde weegschalen zullen komen en twijfelende GPS'en. Als niemand dat ontwikkelt binnen de komende jaren, doe ik het zelf, een filosofische GPS. U stapt in, u tikt uw bestemming in en de GPS vraagt, moet je daar echt naartoe? Wat is het idee? Of die bij het eerste kruispunt zegt, ja, maar ik weet het ook niet, vraag het aan niemand. Dit alles bij elkaar genomen leidt tot een heel curieuze paradox, als het ware de tegenhanger van de paradox van Karl Popper. We hebben nu alle kennis, zoveel als we willen, zo snel als we willen, maar we handelen eigenlijk zelf niet meer. We worden als het ware gehandeld, indien niet verhandeld. We geven onze autonomie op, maar blijven aanspreekbaar op onze zogenaamde handelingen. Om in te zien hoe paradoxaal dit fenomeen mogelijk is, is denk ik één term cruciaal. Risico. Een authentieke handeling, welke eigenschappen ze ook mogen hebben, veronderstelt het nemen van een risico, een uitdaging, een kans op falen en mislukken, het durven springen, het zin hebben om ervoor te gaan en zo verder. Wie falen en mislukken zegt, zegt een niet verwachte afloop van de toestand en wie dat zegt, zegt onvolledige kennis en we hebben de cirkel gesloten. Willen we authentiek kunnen handelen, dan mogen we niet alles weten. Willen we mens zijn, dan moeten we een zekere graad van onwetendheid koesteren. En ja, ik hoor het je al. Ik hoor het je al denken. Oh, Jean-Paul, dat kunnen we niet menen. Alleen man, blijf serieus. En wat dan met Cynthia Vinker Tenebras? Om een klein Bart de Weverke te doen, moet het dan Cynthia Vinker Tenebras set non semper worden. Niet altijd dus, ja. Natuurlijk niet, maar laat ons de dingen goed van elkaar onderscheiden. Handelen in gedeeltelijke onwetendheid is onvermijdelijk. Maar daar waar kennis een rol kan spelen, is ze uiteraard gewenst. Die twee uitspraken gaan perfect samen, alleen lijkt de eerste op dit ogenblik op de achtergrond te verdwijnen. Bovendien zit er ergens een optimalisatieprobleem verborgen. Totale onwetendheid werkt verlammend. Totale onwetendheid werd even verlammend, dus zit er ergens per situatie een optimum. Net voldoende onwetendheid om het handelen niet uit te sluiten, maar wel in een poging om de kans op mislukken voldoende laag te houden. Liever ten onder gaan dan lijdzaam te ondergaan. Maar hoe hiermee om te gaan? Ik wil graag hier vandaag nu, in het kader van deze speciale dag, een sleutelwoord lanceren. Dwarsdenkerij. Dwarsdenkerij. Is vrijzinnigheid 1.0, want die moet er geweest zijn als ik moet spreken over 2.0, maar ik neem aan dat het van 1.0 tot en met 1.10 heeft gelopen. Ik heb geen idee hoeveel verschillende versies er al geweest zijn, maar ik ga ervan uit dat het er zeker meer dan 10 moeten geweest zijn, 11 om precies te zijn. Ja, sorry, wiskundige opleiding, daar raak je niet vanaf. En ik wil ook niet. Die vrijzinnigheid 1.0 tot met 1.10, daarvan durf ik beweren dat zij gekenmerkt geweest is door vrijdenkerij.
wel, dan zal vrijzinnigheid 2.0 als kenmerk de dwarsdenkerij in het vaandel moeten voeren. Dwarsdenken veronderstelt dat er een denken aanwezig is dat dwars kan gedacht worden, als ik het zo mag zeggen. Het smeekt om een engagement tegenover de ander. Het is wanneer iedereen in de ene richting kijkt, erop wijzen dat er nog richtingen zijn. Het is wanneer iemand meedeelt dat we alles weten, er fijntjes op te wijzen dat men iets vergeten is. Het is wanneer beweerd wordt dat dit of dat in het algemeen belang is, de vraag te stellen wat het algemeen belang er zelf van vindt. Dwarsdenken gaat vaak tegen de haren in, maar dat moet dan maar. En dat kan bovendien bijzonder aangenaam zijn. Dat weten we allemaal, zowel voor de een als voor de ander. Beste VUB'ers, ik moet afronden, want mijn tijd zit er ver op. Zo gehoorzaam ben ik dan toch wel weer, blijkbaar. Dit is amper het begin van wat vrijzinnigheid 2.0 zou kunnen zijn. Maar goed, eigenlijk hebben we al een aanzet van een methode. Het dwarsdenken. Wat betekent het om dwars te denken in economie, in politiek, in maatschappelijke kwesties, in religie en in filosofie? Eerlijk gezegd, en ik zei het al in het begin van mijn uiteenzetting, ik heb geen idee. Maar dat moet ons niet tegenhouden om samen dwars te denken. En oh ja, toch nog één ding nog. Hoe we het ook doen, alstublieft, laat het ons schoon doen. Laat het behagelijk zijn. Gun de retoriek het hele speelveld. Mag ik het dan ook samenvatten in deze ene slotzin? Laat vrijzinnigheid 2.0 de Kama Sutra van de dwarsdenkerij zijn. Ik dank u.